Wij zeggen voor het eerst dat er specifiek bij stilgestaan wordt dat er 3 hoge militaire functionarissen aan boord van het vliegtuig hebben gezeten. Niemand heeft er ooit bij stilgestaan. Als ik erover praat nu, heden ten dagen, dan zie je de verwondering ook van medewerkers van ons hier op deze vloer. Die dan zeggen van, hé, we wisten niet eens dat er ook hoge officieren van het leger in het vliegtuig hebben gezeten. Maar hoe heten ze? De vertegenwoordiger van de president gaat daar nader over praten. Daar zal ik mij niet aan wagen. Maar er zijn te veel bladzijden in het vliegrampboek niet helemaal uitgelezen. Er zijn ook veel bladzijden in dat boek die nog helemaal niet zijn geschreven. Wij hebben samen de taak met de actoren die ik heb genoemd om dat boek te completeren. Zodat dat boek op de juiste wijze als overlevering blijft bestaan binnen de geschiedenis van de Republiek Suriname. Onder de slachtoffers die wij vandaag herdenken, bevonden zich onder andere leden van het kleurrijk elftal en ook 3 officieren van het Nationaal Leger, te weten Eddie Jou, commandant van de luchtmacht toen, Ray Liuyentai, commandant van de militaire politie, en Armand Salomons, hoofd logistiek. Een waarverlies toen voor het leger dat nog heel lang zal nagalmen. Vandaag ga ik niet uitweiden over deze verschrikking van 7 juni 1989. Een tent met stoelen opgesteld in het geluid van de Sambura waren de verwelkomers bij de herdenking van morgen. De genodigden kwamen druppelsgewijs binnen. Onder de aanwezigen bevonden zich de weduwe van Sonny Hasnu en zijn 2 dochters. Verder de dichter Sombra en Luciano Mentovicromo, directeur van Sport en Jeugdzaken, die ook inging op de vliegramp van 7 juni 1989 en andere bekende Surinamers. De dag van 7 juni 1989 zal voor altijd gegrift staan in onze sporthistorie als te zijn een dag waar een aantal van onze sportmakkers met een idee zijn gekomen richting Suriname. Een idee dat een bijdrage zou moeten leveren aan het stapsgewijs waarmaken van onze voetbalambities. Alhoewel die sportkameraden niet fysiek aanwezig zijn vandaag, kunnen we niet ontkennen dat hun vooruitstrevende voetbalideeën anno 2018 nog steeds springlevend zijn. De Sambura-groep voerde hun rituelen uit ter ere van de zielenrust van de omgekomenen. Hierna volgde de kranslegging. 2 nabestaanden reageerden als volgt. Elk jaar 7 juni komt steeds weer terug. En het is echt blijft een emotionele dag. En alles komt weer naar boven vanaf het begin van de dag. En je hoort van het vliegtuig is neergestort. Maar je denkt altijd heb je hoop dat er overlevenden zijn. En natuurlijk hadden we hoop dat Moses overleden zoals stewardess. En zo op het einde van de dag of midden van de dag horen dat er toch niemand overgebleven is of iedereen overleden was. Nee, op die dag 7 juni komt alles weer naar boven. Ja, je hoort het, je gelooft het niet, totdat je beseft dat het werkelijk zo is. De eerste momenten waar
dat de machine is neergestort. Jij denkt misschien een beuklanding of anyway. Je denkt nog niet aan dat mensen het leven hebben gelaten. Dus elke 7 juni, het houdt maar niet op, ben ik heel emotioneel. En mijn vrouw, mijn hele gezin, mijn schoonmoeder is kapot van. Bij de SLM-vliegtuigramp van 7 juni 1989 waren 3 officieren van het leger aan boord. Ook zij hebben de ramp niet overleefd. Roy de Miranda, voorzitter van Mondiaal Kleurrijk Voetbal, gaf hierover een korte reactie. Over die hoogofficieren van het leger, die waren met een missie naar Nederland voor de Republiek Suriname. En die kwamen dus op de terugreis helaas te verongelukken. De uitkomst van hun missie is met de rook van de vliegtuigbrandontwikkeling verloren gegaan. Dus ik heb daar ook geen enkele informatie over kunnen krijgen. Want zoals ik het daarnet zei, ik ben bezig met de bladzijde, ontbrekende bladzijde van dat boek, het vliegtuigramp, vol te krijgen.